Elk jaar wordt wereldwijd op 17 mei de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie gevierd. In het kader hiervan is gisteren de verklaring van Paramaribo voor de vijfde keer door nog 11 bedrijven ondertekend. De verklaring van Paramaribo is een leidraad voor werkgevers die een werkklimaat willen creëren waarin het personeel zich optimaal kan inzetten en ontplooien zonder pesterijen en discriminatie. Het document is nu door bijna 70 werkgevers ondertekend. Juan Pigot, voorzitter van Stichting Parea, hoopt dat de overheid als grootste werkgever van Suriname deze verklaring ook zal ondersteunen met een handtekening. Volgens hem zal het niet blijven bij de ondertekening van de verklaring. We gaan de bedrijven die nu getekend hebben ook actief benaderen om te helpen met trainen van het personeel van onder andere de human resource afdelingen, hoe ze bepaalde acties in stelling kunnen brengen om ook daadwerkelijk te komen tot gelijkheid op die werkvloer. Deze trainingen zijn reeds met succes gegeven bij Fernandes, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij en Grasalco. Tot slot, één opmerking. De LGBT-gemeenschap vraagt niet om speciale rechten. We willen dezelfde rechten en plichten als onze heteroseksuele collega's. Namens Parea, de vereniging van LGBT professionals in Suriname, wil ik u bedanken dat u en uw organisatie ook streven naar die gelijkheid op die werkvloer. De particuliere werkgevers tonen in grote aantallen dat ze tegen discriminatie zijn op de werkvloer. Nu de overheid nog. Het staatsbedrijf Staatsolie NV heeft deze verklaring ook getekend. Directeur Rudolf Elias heeft zelfs zijn handtekening onder het document gezet ter ondersteuning van het tegengaan van discriminatie van personen op grond van hun geaardheid. In principe kijkt Staatsolie al lang niet meer naar gender, naar geloof, naar seksuele geaardheid, naar hoe je eruit ziet, naar kleur, naar echt. We kijken gewoon puur naar de mens en we kijken naar hoe functioneert de mens binnen onze maatschappij. En op basis daarvan nemen we mensen aan en profileren we mensen en kunnen mensen promotie maken. En in principe is ieder mens voor ons een mens en ieder mens is voor ons gelijk. En vandaar dat het voor ons ook, het is bijna een eer voor ons om het te kunnen tekenen, zodat we als voorbeeldfiguur ook voor Suriname kunnen zijn. En ik hoop dat binnenkort heel Suriname de wetgeving dusdanig is dat ieder mens die in Suriname woont apart als mens behandeld kan worden. Dat is dus Rudolf Elias, directeur van Staatsoliemaatschappij. Hij heeft woensdag de verklaring van Paramaribo ondertekend. 17 mei wordt wereldwijd de internationale dag tegen homofobie en transfobie gevierd. In het kader hiervan is de verklaring van Paramaribo voor de vijfde door nog 11 bedrijven ondertekend. Het aantal bedrijven zit nu op bijkans 70.